Fuck hem, De verrader! Hij heeft een pickaxe. Hey, kijkers van mijn kanaal The Sturms. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een splik, splinter nieuwe regenboog. Woehoe! Nee, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Hunger Games. We hebben nog geen enkele keer. What the fuck? We hebben nog geen enkele keer weten te winnen met deze slime bij ons natuurlijk. Maar ja, dat maakt natuurlijk ook niet uit. Maar we hebben inderdaad nog geen enkele keer weten te winnen. Dat is nu de derde keer dat ik het zeg. Maar dat houdt in dat we deze aflevering hopelijk wat meer kansen zullen hebben. Zoals je kan zien, het is super druk vandaag op de server not. We gaan voor Mythril. Heb ik al heel, heel, heel lang niet meer gespeeld. Het jammer is, je kan geen nik meer doen. Kijk, Snik, Wouter. Wouter stinkt. Helaas. Dus binnen nu en 5 seconden gaan we beginnen aan een nieuwe map. Van de eerste map van vandaag. Ik hoop. En ik ben eigenlijk best wel benieuwd. Hoe ver ik komen ga. Ik pak heel vaak de wolf thema, Omdat ik gewoon weet dat het een mega sterk pakket is. Ik sta er helemaal alleen voor. En ik ben klaar om mensen te ownen. Please. Steun mij, mensen. Steun mij. Alsjeblieft. Alsjeblieft. P. 1. Nu ga ik stoer doen, nu ben ik stoer. Doei. Oh yeah, oh yeah. Get rekt. Hé. Hey. Kom hierheen dan. Dat bedoel ik. Nu heb je niet meer zulke grote praatjes, hè? Nee, praatjes vullen geen gaatjes. Oké, okay, dit is geluk hebben. Hun twee gaan daarheen. Ik ga kijken wat daar is. Hopelijk heb ik dan mijn pakket al gekregen en heb ik mijn wolfjes. Zijn er nou een team? Ze zien me niet. Ze zien me gewoon niet. Zien ze me nou niet? Waar zijn ze heen? Hè? Huh? zijn ze zo snel weg? Of zijn ze daar naar nog... Oh, daar zijn ze, daar zijn ze. Ik zie een naam. Oh, wolfjes, pak hem! Pak hem! De verrader! Hij heeft een pickaxe. Huh? Doei! Ja, dit gaat goed! Oeh, zijn er zijn al 13 mensen. God, de kanonnen. Eet vis. Eet vis en word sterker, please. Hallo! Nog iemand hier? Ik ben een lekker dier. Nog iemand hier? Hallo? Je kan me opeten. Maar niet thuis. Hé, hey, ik heb nog niet in het huisje gecheckt. Deur gewoon dicht, gemetseld. Hallo? Iemand thuis? Hallo! En als Kino opspringt. Kom ik daar wel op? Woehoe! Niet dus. Hmm. Hier is nog een huis. Hmm, niks. Um, hallo! Oh, kijk hier. Dit is wel handig om te pakken. Dat heeft, heb ik hem gekild toen hij dit liet liggen. Beetje vaag staat je dit. 13 brood hebben. Hallo, ik ben bakker Vincent. Heb jij ook zin in een lekker bolletje? Ja, hap, hap, hap. Hap, lekkere bolletjes, hè? Ja. Oh, kijk. Oh. Oh. Dit is nou eens loot hebben. Wow. Oh, kijk eens aan. Wat als ik nou hierop ga staan? Ah, niks wordt geactiveerd. Dat vind ik dan jammer. Ik had gehoopt dat het helemaal ging exploderen of zo. Nou ja, er zijn nog zeven spelers over. We hebben eigenlijk best wel wat goede spul nu. Alleen, het is maar weer de vraag, hoe ga ik ermee om? Daar loopt iemand. Oké, okay, ik zie hem. Onder het water blijven. <laughs> Hopelijk ziet hij me niet. Ik ga u niet besluipen hoor, meneer. Blijf rustig op uw plek. Wolven, hou je mond. Ik probeer iemand te besluipen. Zoals dit. Hoppa. Nice. Alleen, nu moet ik even wat shizzle dumpen. Oh, een bow. Handig. Kijk, dit soort rommel ben ik allemaal niet nodig. Ik snap ook niet waarom ik het meeneem. Oh, damn. Daar ligt allemaal iron. Hij was wel sterk. Dat moet ik toegeven. Dit wil ik hebben. Kijk, dat bedoel ik. Iron boots. Dat is altijd goed. Oh, protection 2 zit hierop. Nou, we hebben in ieder geval een iron helm. Dit is beter dan hoe we begonnen. Dus ons kompas heeft ons goed op weg geholpen. Dank u wel, meneer kompas. Wie heeft de blitz daar in de... Heeft lef om hem tegen mij te gebruiken. Kom hier, mijn vriend en ik zal u vermoorden. Dat klinkt ook zo fout, maar het is wel zo. Nee, ik kan het niet. Even nog een keer proberen. Nee, ik kan het niet, sorry. Ik kan geen. Zo. Het is weer helemaal nergens op. Vind je mee bezig, stom ik. Hallo, is er iemand? Waar is iedereen zich in God's naam aan het verstoppen? Je zult vast zien, loopkrop af, zie je een team van twee. Nee. Oké, okay, hij is alleen. Hij is daar dus. Um, alleen, ik moet even snel zijn, want alle chests zijn gevuld. Ah, Vincent, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Au, au, au. Heeft hij niks door? Dit is een makkelijke kill. Dankjewel. Waarom deed hij niks? Oh, er zijn nog steeds vier spelers. Hemig. Meen je dit nou? Iedereen zo slecht? Of ben ik nou zo goed? Nee, ik heb gewoon zes spelers gekild. Ik ben gewoon goed bezig vandaag. Zoals je ziet, rijd ik weer op iemand af. Is dat mijn dood? Hallo, iemand hier? Hallo, 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 hallo. Hallo, Dit gaat goed. Iemand moet daar beneden zijn. Alleen. Hoe gaan we naar beneden? Woehoe! Ons. Oké, okay, ehm. Uh... Oh! Drie over, dat houdt in. Deadmatch. Ik moet toch wel kijken of ik nog iemand kan vinden. Of zou ik dat niet doen? Ik heb supersterke gear, dus als ik slim ben. laat ik hun twee tegen elkaar vechten. En. win ik de, eigenlijk de eerste Hunger Games. Ik wil eigenlijk wel weten tegen wie ik vecht. Ah, hij zit daar in zijn huisje. Ah, nice. Oké, okay, um, Hoe gaan we dit in godes naam oplossen? Waarom moet dat meisje mij hebben? Waarom moet ze mij hebben? Pak hem of zo, die pagode. laagstreepje. Dat is toch iemand die je veel liever wil killen? Maar nee. Ze moet mij hebben. Arme ik. Arme ik. Waarom mij? Weet je, mensen? Ik vond dit een van de betere... Hey, Schreeuw weg, derp. <laughs> ik vond het een van de betere slash beste Hunger Games solo ever... Ik ga jullie allemaal vragen om op het duimpje omhoog te drukken. Vergeet even niet te abonneren op mijn kanaal, DutchTunes. Wil je vaak een hunger game zien? Laat dan even een toffe reactie achter en een like. Vind ik jullie allemaal baas. Zeg tegen jullie. Tot de volgende keer mensen. En zoals gewoonlijk zeg ik altijd. Ciao. Yo!